Goedemorgen. Welkom op dag 30 van onze survival trip. We hebben de zwaarste storm overleefd. Billy Gibbons staat weer naast ons. Het is een Engelse man en die zijn we nou al voor de derde keer tegengekomen. En hij heeft elke avond die schreeuwende en slaande, bijna nou, slaande wil ik niet zeggen, maar bekkende ruzie met zijn wijf. Maar, kijk eens, het weer ziet er goed uit. En buiten hangt de was te drogen. Want het wou niet heel erg drogen hier binnen. Nee. Hé, schat? Nee, helaas niet, nee. Nou, wat dat betreft laat jij nog wel wat steekjes vallen. Jij kan was drogen, dat is niet jouw ding. Nee, deze vakantie niet, nee. Dat is een dingetje. Kijk eens, en wij zitten lekker in ons campertje, hè? Ik ga even kijken naar buiten. Ja, ik weet niet of je het ziet, hè, maar er zitten daar ook een paar in een transportbusje. En die hebben de hele huisraad hebben ze buiten staan vanwege dat het allemaal zeikersnat is geworden. Beddengoed, alles ligt buiten. Triest, hè? Oh, wat heb ik het dan goed. Met mijn kapotte stuurbekrachtiging, pomp. Ik ga vandaag proberen te filmen hoe we de boel proberen droog te krijgen. En verder zal er niet veel gebeuren vandaag. Lekker in het zonnetje zitten vanmiddag. Goedemorgen. De ochtend van dag 31. We gaan zo met de fiets weg en dan gaan we naar de kust. En dan gaan we bij de kust gaan we beelden maken van de rotsformaties daar zo met de drone. Ik ben heel benieuwd hoe het wordt. Alice is even plassen en dan gaan we de boel bij elkaar rapen en dan gaan we weg. Nou, we zijn op de plek gekomen waar we heen wilden. Alleen we kunnen niet bij het strand komen, hè Lies? Ja. Nee, dat is niet te doen. Dat is echt, dat is gewoon niet te doen. Dat is, ik denk, 40, 50 meter hoog, de trappen af. En dan beneden bij het strand zie je wel van die gele rotsen met gaten erin en strandjes. Maar ja, je kan niet met de honden naar het strandje. Dus ik heb de drone gepakt, heb ik met de drone gevlogen. Ja. En daar heb ik wel mooie beelden van gemaakt. Die plak ik hier wel even achteraan. Ja, heel mooi natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Die plakken we hier achteraan. Dus... In onze... Oh. Yeah. En onze beentjes die doen het natuurlijk niet zo goed. Dus we kunnen niet zo goed de trap af en de trap op. We worden wat ouder. Nou ja, en dan ook nog met de honden die niet helemaal lekker lopen. Dus... Nee. We gooien ze weer in de kar en dan gaan we een stuk fietsen. Want we hebben een stukje van de Albufera gezien. Nou, dat is nog erger dan... Of nog erger. Dat is de place to be als je jong bent, hoor. Jeetje. Er zijn nog meer winkels waar we al geweest zijn daar zo. Dus we gaan even kijken daar. Heel veel discotheken. Oeh, we gaan swingen. Nee, dat heet niet swingen. Dansen gaan we. We gaan dansen. Swingen is iets anders, jongens. Vroeger was het dansen, maar tegenwoordig heel wat anders. Nou, hey, doei. Goedemorgen, dit is de ochtend van dag 32. De vervangende camper rijdt nu op dit moment door Spanje heen. We kregen vanmorgen om 7:30 een berichtje. Ik zal hem even omdraaien. Rustig draaien. We kregen vanmorgen om 7:30 kregen we een appie van...
Ja, je camper is op dit moment in Spanje, dus of vanavond laat, of morgenochtend heel vroeg, is die hier zo. En dan zijn we weer mobiel en dan kunnen we weer gaan reizen. Daar hebben we echt heel veel zin in. Echt heel veel zin in. Dus, ja, vanavond is de regendag, dus vandaag is de regendag. Er zal niet veel gebeuren. Hooguit dat we naar buiten kijken, naar de regendruppels op het raam. En misschien de aankomst van... Ik draai hem even om. Misschien de aankomst van de camper, hè? Kunnen we filmen. Oh ja, de aankomst van de camper, als het niet donker is. Ja, je zit hier met een uur tijdsverschil ook nog. Oh ja, dat is waar. Nou ja, dat zien we dan wel weer. En dan film ik het in het donker. Ik wil wel zien dat hij aankomt. Dus, je weet, we gaan ons een beetje voorbereiden voor de wissel. Ja, een beetje de rommel opruimen die hier moet blijven. En een beetje de rommel sorteren wat nog mee moet in de andere camper. Nou, ik ga nu een bakje doen. Doei! Nou, ik moet even boodschappen gaan doen. Dus even mijn papa de fiets even uitpakken. In ieder geval mijn fiets. En dan ga ik hopelijk droog heen en droog terugkomen. Maar voor de zekerheid trek ik toch soms even mijn regenjas aan. Want je weet het maar nooit. Shit. Ik doe de verkeerde kant. Mijn fiets staat aan deze kant. Nou, ik ga mijn spulletjes pakken en dan ga ik boodschappen doen. Kijk, daar gaat mijn bikkel. Vergeet je de oploskoffie niet, lieverd? Alles heb je opgeschreven. En daar gaat ze. Dag schat, doe voorzichtig, hè. Heb je je pasje van de poort bij je? Ja, ook nog. Oh ja, tuurlijk heb ik geld in mijn portemonnee, schat. Nou, dag. Succes. Ze doet het toch maar mooi, het mensje, hè. Ik ben zo trots op haar. Ja. De taken worden nou eenmaal verdeeld binnen een gezin. Kijk, het is weer kloten weer. Hier. Het water loopt zo langs ons plekje heen. Het loopt er helemaal langs heen. Hier loopt het ook helemaal er langs heen. En daar waar het weg moet lopen, loopt het gewoon weer terug. En hier onder dat zeil hebben we gewoon een zwembad. Ach ja, vandaag of morgen komt er een nieuwe camper en dan is het wegwezen. Wat ga je doen, Alice? Knakworstjes warm maken. Knakworstjes warm maken. Je hebt wel pech, hè, wat verdeling van taken betreft vandaag. Ja, het is wel dat ik de doedag heb en jij de zitdag. Nou, ik zit je niet in de weg. Nee, dat is het enige voordeel. Ja, toch? Ja. Nou, had je je rijbewijs maar mee moeten nemen, had je ook kunnen rijden. Ja. Ja, als jij vergeet, ja, dan komt er bij jou wat taakjes bij en gaan er bij mij gewoon wat taakjes af. Net alsof ik mag rijden in de camper. Rapjas. Ja, zo werkt dat in een huwelijk. Oh, ze is nu de vuilnis aan het wegbrengen. Gelukkig hoeft ze niet zo ver te lopen door de regen heen. En is de vuilnisbak hier ook vlak voor de deur.
Gelukkig hoeft hij niet zo ver te lopen. Het was toch droog? Oh, was het droog? Ja, tuurlijk. Ah, heb je goed gepland. Kijk, plannen kan je wel weer heel erg goed. Nou, straks komt de andere camper. Nou, dan ben ik aan de beurt hoor. Want dan moet ik gewoon elke keer tegen de zeggen wat ze waar neer moet gaan leggen. Nou, dat is een werk. Ik ga even dekking zoeken, want ik denk dat ze zo meteen een... Kijk. Ik denk dat ze straks begint te schelden. Als ik nu het knopje uitdruk, hè, dan begint ze los. Hoeveel is de stand met Rummy Cuppen? 2-2. Wie heeft de laatste twee keer gewonnen? Jij. Wie heeft jou de eerste twee keer laten winnen? Ja, bijna. Nee, zo werkt dat gewoon. Als jij wint, dan doe ik mijn best niet. En als ik win, dan zit je te zuffen. Zo is dat gewoon zo. Ja. Jongens, nieuw dieptepunt. Echt een nieuw dieptepunt. Zo hard als dat het nou regent, heeft het nog niet geregend. Het is echt niet normaal. Net hoorde ik een klap achter de camper. Ga kijken, liggen er gewoon twee emmers, hè? Ze gooien gewoon de emmers mee. De gein is er gewoon helemaal af nou, hè? Ja, het is nu wel even. Echt helemaal KUT. Ach ja, maak het uit. Het maakt heel veel uit. Het maakt alles uit. Klote zootje. Ja. Nee. We maken er nog wat van, ja, inderdaad. Als jij nou gaat koken nadat je de honden hebt uitgelaten, ja, ga ik zeggen dat je het goed gedaan hebt. Ik kan geen kant op, moet je kijken die tafel. Je vader denkt mij tuk te hebben. Nou, ik heb hem tuk. Ik heb hem naar buiten gestuurd om iemand te helpen die in de regen staat. Kijk, nou staat hij daar in zijn regenjasje. Moet hij helpen van mij verplicht. En dat wilde niet. Nou, het is toch gillen. Ik zei, dan heb je in ieder geval je goede daad weer gedaan. Kijk, hij helpt wel. Hij heeft een beetje aanmoediging nodig. Nou, hij had al zijn engeltjes verspeeld. Nou, hij heeft er weer een pak teruggekregen. Kijk, en Rex die denkt, dat moet ik ook even zien. Want ja, wat staat die baas nou weer te doen? Is hij natuurlijk niet gewend. Zie hem staan daar. Is hem... Ja, als met zijn pantoffels aan. Ah, het is een liefheid. Ja, grote bek, maar een klein heitje. Nou, de hele dag is kloten weer. En wat ik nou ga doen, dat is echt iets ongelooflijks. Een pure verveling. Ga zijn nageltjes lakken. Leuk, hè? Vind ik niet leuk. En dan heb je het over een lijf wijf. Kijk uit, smeer daar niet mijn hele poot onder. Dat alleen mijn nagels. Niet. Maak toch mooie nageltjes. Ja. Een grote teen, een halve liter van nodig. Ben je al klaar? Zoveel denk ik is er niet. Hoezo zoveel werk is het niet? Je zit er aan dat hele dag geduurd erover. Kijk eens. Resultaat. Te leuk. Leuk hè? Nou, we zijn het eten aan het voorbereiden. Papa die is altijd van de snij. Dus dat is wel fijn. En ik heb vlees gesneden. En we gaan een soort nasi maken. Dus straks zien jullie het resultaat. Jipje denkt van, als ik hem naast blijf zitten, dan krijg ik vast een stukje wortel. Dus wie weet heeft ze geluk. Nou, het eten staat al lekker te pruttelen. Een soort nasi prutje wordt het. Eitje erbij, de rijst staat ook te koken. Dus we kunnen zo meteen wat maken. Nou jongens, dit was de vlog van de afgelopen dagen. Ik denk de afgelopen drie dagen.
We hadden nog een vage hoop dat de camper zou komen vandaag. Maar het mocht niet zo wezen. Anders had ik dat aankomst van de camper had ik er nog achteraan geplakt. En nu begin ik daar de vlog van morgen wel mee. Ik ga hem nu helemaal in elkaar zetten. En misschien dat jullie hem vanavond nog kunnen kijken. Hey, doei. Zeg je even gedag? Dag lieves. Doei.